Ze zullen waarschijnlijk drastische maatregelen nemen om mijn stem het zwijgen op te leggen vanwege de informatie die ik nu met u ga delen. Daarom vraag ik u nederig om dit filmpje wereldwijd te verspreiden, opdat de waarheid van Robin net als het vogeltje zich aan een ieder mag openbaren. Uw regering heeft u als burger vermoedelijk opzettelijk misleid, verraden en verkocht aan de hoogste bieder. De soevereine entiteit van Nederland heeft recentelijk haar naam ingeschreven in de Kamer van Koophandel van Londen. De laatste keer dat dit gebeurde was in 1940, net voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. De Nederlandse staat toont tekenen van insolventie en tracht koortsachtig naar financiële middelen te grijpen om de aanzienlijke schuldenlast te delgen die zij draagt jegens het bankenkartel dat reeds generaties lang onze samenleving in gijzeling houdt. Achter een ogenschijnlijke onschuldige façade schuilt de Belast ING. Dienst, zich voordoende als de Belastingdienst, terwijl de massa wordt afgeleid door holle verkiezingsbeloftes en verre oorlogsscenario's, is op dit moment een van de grootste roofovervallen in de geschiedenis van Nederland aan de gang. In de naam van een monarch die verstoken is van het Nassause bloed en derhalve wettelijk geen aanspraak kan maken op de troon. Te midden van uitgeschreven fiscale entiteiten, gemeentelijke structuren, ontbonden rechterlijke organen, onbevoegde geachte deurwaarders en samenspannende incassobureaus. Met de duistere betrokkenheid van de Nederlandse banken worden talloze nietsvermoedende burgers op dit moment geconfronteerd met de meedogenloze plundering van hun bankrekeningen. Zonder enige vorm van empathie en vrij van voorafgaande waarschuwingen. Verbazingwekkend genoeg stuit elke poging om deze misdaden aan te geven bij de nationale politie op een ontmoedigend verontschuldiging als respons. Vergezeld van het advies van een bezwaarschrift in te dienen bij de Belastingdienst. Een suggestie die zich qua absurditeit laat vergelijken met een voorstel om een gestolen auto aan te geven bij de vermeende dief. Als zijnde meer een pragmatische aanpak. Met alle respect voor ambtenaren, rechters, politiefunctionarissen en andere dienaren van deze fictieve staat die wellicht nog steeds vertrouwen op de bescherming van hun eed, dient te worden opgemerkt dat na kennismaking van deze openbaring u mogelijk betrokken bent bij afpersing, samenzwering en zelfs landverraad. Sinds 6 januari 2020 bent u immers onbevoegd en handelt u op persoonlijke titel. Uw eed is namelijk ingetrokken. Het lijkt er sterk op dat dit de sluwe wijze is geweest waarop het demissionair kabinet Rutte in staat heeft gesteld zich te rechtvaardigen om openlijk alle fundamentele mensenrechten te schenden, zonder al te veel ophef binnen onze samenleving te veroorzaken. Dit heeft tot gevolg gehad dat individuen onherstelbaar fysiek en mentaal zijn beschadigd. Door de opgelegde experimentele vaccins en traumatiserende met dwang opgelegde verplichte mondmaskers. Deze tactieken hebben tevens bijgedragen aan een verdeelde samenleving. Met als doel de machthebbers in staat te stellen hun heerschappij te vergemakkelijken en de aandacht weg te houden van andere duistere praktijken die ik niet kan delen in dit filmpje. Zij die weten, weten. Er schuilt een reden achter het verlangen van velen naar autonomie. Het onbewuste van het volk begint zich bewust te worden van de realiteit waar wij dagelijks in leven. Dezelfde reden waarom ik dit filmpje maak. Wellicht is het raadzaam dat u zelf op onderzoek uitgaat om uw fundamentele rechten te doorgronden. Ter legitimering van deze schaamteloze diefstal en onrechtvaardigheid worden er achter gesloten deuren wetten doorgevoerd door uw onbevoegde overheid, welke systematisch het burgerschap van haar onderdanen ondermijnen en hen beroven van de laatste rechtjes, privacy en vrijheid. De marionettenpop Rutte heeft het ondubbelzinnig verkondigd. Indien u een einde wil maken aan deze tragedie, dan is dit binnen uw bereik. Desalniettemin blijft u volharden in zalige onwetendheid en negeert u degene die de alarmerende signalen opmerken en bereid zijn tot het uiterste te gaan om u te waarschuwen en te behoeden voor de dreigende rampspoed. Tot slot, in het licht van deze verontrustende onthullingen en de ernst van de gevolgen, eis ik onwrikbaar dat de schuldigen zich per direct overgeven en afzien van verdere schadelijke praktijken tegenover mijn volk. Mogen zij beseffen dat mijn gemeenschap niet langer hun onrechtvaardigheid zal verdragen. En laat deze boodschap als een onmiskenbare ultimatum gelden. Het is hoog tijd dat de schenders van rechtvaardigheid hun koers wijzigen. Laat het duidelijk zijn dat bij gebrek van berouw en verandering gerechtigheid zal zegevieren. En degenen die mijn volk blijven kwellen zullen de prijs betalen onder straffen van mijn eed. By order of the Butterfly Tribe. Ter afsluiting wil ik nog één belangrijk punt benadrukken. Indien u mij tracht persoonlijk te schaden of te doen verdwijnen, weet dan dat mijn vogeltjes op dit moment bezig zijn met het verspreiden van alle bewijsmaterialen.
Het verwijderen van dit filmpje betekent dan ook niet alleen het verdoezelen van de waarheid, maar tevens het wissen van cruciale bewijsstukken. Ik wijs er nadrukkelijk op dat ik niet persoonlijk aansprakelijk kan worden gesteld voor delen van deze essentiële informatie en dat mijn woorden niet moeten worden beschouwd als juridisch advies of opruiming. In overeenstemming met mijn diep gewortelde geloofsovertuiging blijf ik trouw aan mijn levensmissie om mijn plicht naar mijn volk te vervullen. Sincerely yours, Robin, just like the bird.